Breda Nu. Je weet het meteen. Welkom bij Nieuwe Vraag op Straat. De anti-islambeweging Pegida heeft bekendgemaakt op 18 juni een demonstratie te willen geven tegen de komst van 7000 vluchtelingen hier in Breda. Waar deze demonstratie gegeven wordt is nog niet bekend. Dit wordt later in samenwerking met de gemeente bekendgemaakt. Maar goed, een demonstratie tegen de komst van 7000 vluchtelingen. Ik wil graag weten hoe Breda hierover denkt. Vraag op straat, vraagt het aan u. Dat vind ik een beetje jammer dat dat hier moet. Wel, de mensen die er wat over willen zeggen, moeten dat doen. En de mensen die dat niet willen doen, moeten gewoon lekker thuis blijven. Nou, ik denk dat dat niet erg gepast is. Als je een beetje kijkt naar medemenselijkheid, maatstaven, dan zou ik dat zeker heel erg afkeuren. Nou ja, het is van de andere kant vind ik het wel goed dat de mening kenbaar gemaakt wordt. En als Pegida, als ze nodig vindt dat ze dat moeten doen, moeten ze zeker niet nalaten. Want dat is onze vrijheid van meningsuiting. En iedereen moet daar zijn eigen oordeel over hebben. Maar het moet wel natuurlijk binnen de perken blijven. Het moet niet een rassenhaat of discriminatie worden. Dat hou ik niet van. Ik vind je mag eisen stellen als een vluchteling hier komt, dan mag je daar eisen aan stellen. Maar je vindt wel, je moet de mensen toelaten. En mensen ook een kans geven om hier te integreren. Dat is natuurlijk belangrijk. Nou, het zijn ook gewoon mensen. En als je ziet hoe ze in Turkije worden opgevangen, dat kinderen gewoon daar moeten gaan werken in onmenselijke omstandigheden, vind ik dat we er heel goed aan doen om ze hier wel een fijn thuis te geven. Ik vind dat eigenlijk iedereen welkom is. Verplaats je in die mensen. En als ik herinner de verhalen van mijn ouders toen zij in de oorlog zaten en ook op de vlucht, dan ben je blij dat je onderdak krijgt. Ja, daar sta ik eigenlijk ook wel achter. ik vind ook gewoon dat we hier de asielzoekers moeten opvangen. Dat ik dat zelf als vluchteling ook zou willen. Maar of dat je nou zo nodig daar een demonstratie voor moet houden, mag van mij, want dat hoort er ook bij. En dat geeft ook weer wat sommige mensen menen. Nou ja, die vrijheid moet je hebben in zo'n land als wij hebben. En dat is omgekeerd in die landen waar je daar bent, is dat minder mogelijk. En dat vind ik inderdaad wel een probleem. Als het daar omgekeerd, Pegida, daar een demonstratie, denk dat het in veel landen niet gaat bestaan. Ik ben te veel in andere landen geweest. En zeker ook in die landen, dat ik weet dat het daar niet geaccepteerd zou worden. En ze moeten ook waarderen dat dat hier wel. Dus degene die hier komt, dat het ook waardeert dat hier dat soort demonstraties ook komen. En de mensen moeten kunnen begrijpen dat er een tegenwind is ook. Daar mogen ze ook rekening mee houden. Ja, en ik vind het ook jammer dat die mensen vaak de meest laaggeschoolde mensen zijn en zonder enige argumentatie, maar gewoon mensen gewoon wegwijzen, zeg maar. Dat vind ik gewoon jammer. Wel, het is de loop der dingen en je kan het niet tegenhouden. En het is de ontwikkeling van de wereld en die is niet helemaal zoals we ons wensen. Maar die is gewoon zoals het gaat. En ik denk dat we dat moeten accepteren.